Nederland, land van water en polders, is ook een land van schrijvende onderwijzers en onderwijzeressen. We kennen ook de beroemde dichter Leopold, de dichteres Ida Gerhardt, de schrijvende leraar Frans Jan Siemelink en de immens populaire Mien van het Zand met de Mieke-series en de streekromans. Binnen dat spectrum heb je ook een aantal schrijvers die kinderboeken schreven. Denk maar aan Theo Thijssen, Piet Bakker en een van de bekendste die hier vandaan komt, Johan Kievit. Johan Kievit, de schrijver van de beroemde Dick Tromboeken, groeide op in de tweede helft van de 19e eeuw in de pas drooggelegde Haarlemmermeer. Hij wist al op jonge leeftijd dat hij onderwijzer wilde worden. Op zijn 16e ging hij naar de kweekschool. Niet lang na zijn opleiding werd hij aangesteld als hoofdonderwijzer op een eenmansschooltje in het Noord-Hollandse Etersheim. Het oorspronkelijke schoolgebouw staat daar nog steeds, maar tegenwoordig huist er een kinderboekenmuseum. 60 boeken staan daar bijna allemaal en we maken dan een paar panelen met de verhalen. Peter Fiedeldijdop, secretaris van de stichting die het museum beheert, leidt ons rond en vertelt intussen over de jeugd van Kievit. Hoe kwam hij, als zoon van een timmerman, eigenlijk in het onderwijs terecht? Dat gezin van Kievit, hij was nummer 10. Het gezin heeft 11 kinderen gehad. En die hadden onderwijzers in huis, kostgangers. Want als je een heleboel kinderen hebt, dan heb je ook hele grote potten met eten nodig. En die onderwijzers die alleenstaand waren in Kruisdorp, later heette dat Hoofddorp, die hadden wel een baantje, maar ze moesten ook nog ergens wonen en kwamen er terecht bij de familie Kievit. En 3 van die kinderen die zijn onderwijzer geworden. En er werd enorm veel gelezen, hetgeen dus voor een timmermansgezin in die tijd wel apart was. Maar dat was dankzij die onderwijzers die in huis waren. Kievit gaf overdag les en schreef in de avonturen. Zijn leerlingen waren zijn grootste inspiratiebron. Alles bij elkaar schreef hij bijna 50 boeken. Wat was er zo bijzonder aan Kievits werk? Hij leefde in een tijd in de 19e eeuw dat de kinderboeken nogal een zoetig en moraliserend karakter hadden. En hij was eigenlijk een van de eerste die ging schrijven over ondeugende kinderen. Kinderen die worstelden met goed en kwaad. En die hier ontzettend veel kattenkwaad uithaalden hier in het polderland in Noord-Holland. Als je dus kijkt naar de andere kinderboeken of boeken die ouders voorlazen aan hun kinderen, dan krijg je één en al braafheid. Jantje zag eens pruimen hangen, dat liedje kent iedereen nu nog steeds, omdat je het zo belachelijk vindt dat jongetje uit zichzelf zo geweldig goed opgevoed en braaf is. Hij ziet die pruimen hangen, maar hij weet dat het niet mag en dan doet hij het ook niet. Nou, Dick Trom en zijn vriendjes, die doen dat juist wel. Dick Trom zegt altijd van, ik durf alles. En dan zeiden die jongens, oh ja, laat dat dan maar eens zien. En dan deed hij het ook. Hij was de eerste, hè? Daarna volgen meer. Kievit was de vader van het moderne kinderboek. Ja. Waar kinderen eigen initiatief mogen tonen. En het was een echte Hollandse jongen. Die wat durft, lef heeft, sterk is, alles kan en alles doet, maar ook goede dingen doet. En ook toegeeft dat hij fouten maakt en zijn excuses kan aanbieden. Kievits boeken werden in de loop der jaren een enorm succes. Maar het ging niet allemaal vanzelf. Nou, dit was de onderwijzerswoning. Dat was heel gebruikelijk naast de school. Dat de onderwijzer daar zijn behuizing had. Maar boven, daar op zolder, zat hij te schrijven. En hij begon. Maar was het gelijk een doorslaand succes? Nee, hij moest denk ik ook een beetje leren schrijven. Hij had natuurlijk heel veel gelezen, dat is altijd een goed begin. Maar het eerste boekje was heel klein en met niet aantrekkelijke illustraties blijkbaar. En de omschakeling kwam 8 jaar later. Toen Brakensiek tekeningen ging maken, Kluitman die dacht van nou, als we van dit boekje iets moeten maken, dan moeten we ook goede tekeningen hebben. En die vroeg Jan Brakensiek. En dat was eigenlijk het beeld wat wij nu van Dick Trom hebben. Hè? Het beeld wat wij van Dick Trom hebben is geschapen door Jan Brakensiek. Kievit gebruikte zijn leerlingen niet alleen als inspiratiebron, maar ook als klankbord. De verhalen die hij 's avonds op zijn zolderkamer schreef,
liet hij de volgende ochtend door zijn leerlingen lezen. De oudere leerlingen lazen de volgeschreven velletjes voor aan de jongere kinderen. Barsten ze in lachen uit, dan wist Kievit dat zijn verhaal geslaagd was. Maar er was wel een kanttekening. De leerlingen mochten zich niet als hun favoriete boekenpersonage gaan gedragen. Kievit was niet zo makkelijk hoor, want hij had dus die klas vol. En als de kinderen gingen doen wat hij in de diktrom liet doen, dan zei ze, je mag er wel om lachen, om de verhalen, maar je mag het niet doen. Ja.